Sophie van der Enk, hier zit de verslaggever van The Passion. Moest je lang nadenken toen ze je vroegen? Ik heb minder dan een seconde nagedacht over mijn antwoord toen ik gevraagd werd voor deze rol. Want natuurlijk wil ik dit doen. Televisie, verslaggeving, live is echt van alles het allerleukste om te doen. En jij gaat er als verslaggever op zoek naar verhalen van mensen. Ja. Waar ben je naar op zoek? Ik vind het fascinerend dat mensen meelopen in zo'n processie. En daar dus iets vinden van troost of warmte. En wat willen ze dan met elkaar delen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja, want ze lopen met een kruis. Ja. Dus niet zomaar natuurlijk. Nee, het is niet een wandeling of zo. Het is ook geen stille tocht. Het is een processie met een kruis. En het gaat over Jezus. Dus vind ik fascinerend. Wat dat mensen biedt aan troost, dat is echt wat ik mijn hele leven eigenlijk al wil weten. Ik vind dat echt heel bijzonder. Want ken je het van huis uit? Geloven? Christendom? Ja, ik ben niet christelijk opgevoed, helemaal niet. Maar mijn opa en oma ging bijvoorbeeld wel naar de kerk. En ik ging dan wel eens met ze mee. En ik vond dat echt prachtig. En ik vond, we kregen een kinderbijbel ook cadeau. Wat het meeste indruk op mij maakte, waren toch wel de platen uit het Oude Testament. Want dan had je het Salomons oordeel en dan had je koning Salomon, die stond daar met die baby en een zwaard. Ik dacht, zo, dat is nogal wat, die Bijbel. En dan Jezus, dat leek me altijd wel ook een heel sympathiek figuur. Die was ook heel leuk met kinderen, begrijp ik uit de Bijbel. Dus dat vond ik als kind ook heel leuk om over te lezen. Heeft dat ergens nog invloed op je leven nu? Ik ben uiteindelijk aan het eind van mijn studententijd een Alpha-cursus gaan doen. Omdat ik dacht, ja, als ik dan zo gefascineerd ben door het geloof, dan moet ik daar misschien toch wel iets mee doen. Maar het is echt de overgave om echt voor het geloof te kiezen, dat is iets. Het is mij niet gegeven of zo. Dus ik heb met God de afspraak dat ik wel geloof, maar dat ik dat een beetje zo op mijn eigen manier mag doen. Omdat het heel moeilijk is voor mij om echt te zeggen ja. Maar ik ervaar het zelf persoonlijk altijd wel als een enorm geschenk. Als ik ergens bij betrokken mag zijn waar ik heel veel in aanraking kom met het geloof. Dus wat dat betreft is The Passion voor mij persoonlijk ook weer een hele bijzondere ontmoeting met een heleboel christenen en mensen die wel echt volmondig ja kunnen zeggen. Vind ik heel knap. Ik ben ook benieuwd wat dat met mij gaat doen. Dat weet ik oprecht niet. Het zou zomaar kunnen dat jij zelf nog verrast gaat worden door wat je gaat meemaken. Ja, wie weet komt de hele Heilige Geest wel over me uitgestort. Het zou het zijn. Ja. Daar ben ik dus weer dan te nuchter en te sceptisch voor. Maar ik denk wel dat het me gaat raken. Wat vindt Jezus van Sophie? Oh, hou op met me. Wat vindt Jezus van Sophie? Als ik christenen moet geloven, dan vindt hij mij heel erg de moeite waard. En dan mag ik er zijn. En dan is hij blij dat hij ook voor mij iets heeft kunnen doen. Ik weet het niet. Ik voel wel liefde als ik aan Jezus denk. Ik denk, volgens mij zit het wel goed. Ook dat ik dan een beetje zo daarmee aan het worstelen ben. Dan zie ik wel voor me dat hij dan zou zeggen, ah ja, komt wel goed. Rustig aan, hè? Of zoiets. Ik weet het niet. Zou die je kunnen helpen om wel in hem te geloven? Ja, ik denk dat Jezus mij zou kunnen helpen. Maar dan moet ik dat ook wel toestaan, hè? Dus ja, en dat is dus iets heel, heel lastigs. Ik wilde het wel, maar ik zit in zo'n beetje zo'n omgeving van allemaal van die types die dan zeggen, ja, oké, dus jij denkt echt dat je dat nodig hebt. Dat je het geloof nodig hebt om om je sterker te voelen of zo. Nou ja, daar zijn wij in deze maatschappij natuurlijk heel gevoelig voor. Je wil het zelf kunnen. Je wil op jezelf kunnen vertrouwen. En iedereen gelooft in zijn eigen kracht. Dus ik vind ook dat ik het op mijn eigen kracht moet kunnen. Dus dat is een beetje. Is het zwak om te geloven? Ik ben er echt oprecht niet uit. Ik weet het niet. Daarom is het zo'n cadeau dat ik die passion, de verslaggeving mag doen. Want dan kan ik er weer eens helemaal me erin storten en wie weet wat het me brengt. Ja, ik vind het echt gaaf.